We gaan vanmorgen starten met onze eerste studiogast. Dat is Dwight Stuart. 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 Ja, is Stuart. Stuart. Stuart, Stuart. Ja. Ja. Stuart, Stuart. Nee, ja. Hij is uh, voorganger en geestelijke verzorger. Hij is hier om aan te geven dat de Surinaamse opleiding: uitvaartverzorger en uitvaartbegeleider. Ja gaat beginnen met een uh, opleiding voor uitvaartverzorger en uh, deze opleiding begint in maart. De uitvaartverzorger nou amoro bigi brady sistema in asyanaam Samenleving, dan abdema sae was de sae episma te ilaswang lobbywang maar deze uh, of dit instituut gaat ervoor zorgen dat u meer kennis krijgt, meer inzicht, voor kan doen op een professionele manier. En meneer Dwight, hij gaat u precies uitleggen wat hij Goedemorgen meneer Dwight, heb ik het een beetje goed aangekondigd? Zeker weten, zeker weten. Het is eigenlijk um, de jong uitvaartverzorging, ja. die in Nederland zit, maar ook in Suriname. Die gemeente heeft de opleiding tot uitvaartverzorger en uitvaartbegeleider te starten okay. ja, op 1 maart. Ja. Om zo te beginnen, uh, u heeft aan het begin van het programma zo mooi gezegd. U gaat het over een bericht dat verkeerd is gelanceerd. Ja. Als je gewerkt hebt, moet je dan ontvangen. Misschien ja. soms op tijd, misschien een beetje niet op tijd vanwege omstandigheden. Ja. En Zoals je de ambtenaren hebt, heb je ook ambtenaren die zeker ook op basis van uitvaartverzorging en uitvaartbegeleider. Ja. En als ik het zo mag beginnen. Vroeger was het zo dat je eigenlijk op basis van gaven ja. in zich ja, in het werk ging. Ja, ja. Voor dus, maar zij was dit. Ja. Yeah. Maar door de jaren heen hebben we opgemerkt en gezien dat dat ding een beetje, let wel, een beetje professioneler wordt. Ja. Yeah. Maar om dat duidelijk aan te geven, want kijk, het is makkelijk om te zeggen: ik word aflegger. Yeah. Ja. Maar het zei het zit. Er zit, heel, er zit nog heel wat daarin, ja. toch? Er zit heel wat daarin. Het is een, het heeft een bredere een vlak, ja. toch? Hoe je dat ding bekijkt. Hé, e, ik sta op en ik zeg, ik wil aflegger worden. Ja, hoe? Het is een ezelsbruggetje. Mm -hmm. Wie, wat, wanneer, waar en hoe. Ja. ja? Waarom je gaat afleggen, is misschien... Kort gezegd, omdat de persoon dan heen is, dood is. heen is gegaan. Ja. Maar in opzichte van een uitvaartverzorger en een uitvaartbegeleider, want let wel: een uitvaartverzorger ja. is niet een uitvaartbegeleider. Begeleider. Dus in feite, jullie gaan twee um, beroepsgroepen opleiden. Ziezo. Mm. Ja. Het is eigenlijk een uitvaartverzorger, deze opleiding. Die gestart zal worden, heeft te maken met het feit om dat ding een station te geven naar een, een zeg maar, om het netjes te zeggen, een professionele, op basis van professioneel. Ja. Toch? Dus, dus Als je dat ding doet, ja. moet je, je bent het of je bent het niet. Ja. ja. Toch? En ja. Daar, daarom heeft de Jong Uitvaart gemeend in... In samenwerking, laat me dat ding ook goed zeggen. Ja. In samenwerking met de uh, Quality College. Ja. Dat ja, is onder leiding van de heer Jabini. Uh, Jabini. Ja, Ossé Jabini. Die dan natuurlijk met de. Andere instanties, want ik zal straks het programma ook doorgeven. Ja. Maar het gaat erom dat wanneer wij praten over uitvaartverzorger en uitvaartbegeleider, dat je toch een onderscheid moet kunnen maken. Ja. Toch? Want iedereen kan zeggen: ik ben uitvaartverzorger, ik ben uitvaartbegeleider, maar de essentie ervan. Oké. Okay. Um, we zijn bekend met het woord aflegger. Klopt. Um, zal dit woord niet meer of, of, of um, dit beroep, want, want je hebt afleggers. En nu willen jullie gaan naar uitvaartverzorgers mm. en begeleiders. Um, is, is, is dat woord nu te verwaarlozen? Nee, 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 nee. Nee, okay. nee helemaal niet. Of afleggers. Blijf. Je blijft aflegger. Maar als je bijvoorbeeld, toch? Als je bijvoorbeeld een aflegger bent. Mm -hmm. En je ziet het zitten en je vindt dat je de opleiding tot uitvaartverzorger of uitvaartbegeleider mm -hmm. wenst te volgen. Toch? Om eigenlijk die, dieper in te gaan. Ja. Want het leek maar een vlakte, maar het heeft een. Mensen zeggen stille water, maar het is een diepe grond. Ja, ja. Toch? Dus Op, jullie ja. gaan een beetje wetenschap erin bijvoegen? Ja, ja. Zodat de mensen. Um, meer kennis um, te voorzien, ja, te, te voorzien van kennis mm -hmm. en vaardigheden, Helemaal. om dat werk beter uit te, te voeren. Mooi zo, oké. Okay. Net wel. Je zegt het zo mooi om het werk beter te doen, niet dat ze het niet goed doen, ja. maar het is altijd je streef van het betere om het beste van te maken. Oké. Okay. Um, het aflegwerk hebben, we, of kennen we van onze bigismas nasang, na sang de konisa de bigisma lib gunu en u ab differenti bevolkings groepen ja yeah. um, de 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 maronsma lib de koniki den bakapchin klop den um yampanisma mm -hmm. de hindustanisma mm -hmm. nomarop. hoe di kultur, die cultuur invloeden incorporeren in tiso opleiding Het is niet moeilijk. Ja. Omdat we door de jaren heen zien dat heel veel van de etnische groepen, mm -hmm. ja, de bevolkingsgroepen, ja. zich verenigen. Oké. Okay. Want je bij abitaki, met alle respect, de Bouskondre baranga safu bij roko de wang. Denk fotonengre be roko de wang. Ja, in abi zeg maar, het was. Misschien toen voor de Indianen nog een taboe, yeah. maar Brada geloof me, alles ma, lik er is, ik heb So groepen, dat alles is gewoon. En het is goed, het is mooi om te zien dat deze een zijn, die zijn, die zijn, die zijn, die zijn, die die zijn, je zijn, die zijn, die zijn, die zijn, die je een multi Cultureel systeem nu. Okay. En ik denk niet dat dit een, een splitsing zou kunnen brengen. Mm. Omdat we in Suriname één ding hebben, Mibrada. Als het gaat om de koppen bij elkaar te zetten, vooral wanneer het om de nood gaat, ja. dat ik heb opgemerkt door de jaren heen dat we één kunnen zijn. Ja. Oe Sani, ja. maar we kunnen één zijn. Ja. En om één te, één te worden, één te blijven, proberen wij, ja toch, dus. De Jong Uitvaart probeert dan in samenwerking met, uh, dat ding goed weer lezen hoor. Want ik moet geen verkeerde dingen... Uh, A college voor meneer Yabini. Ja, 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 ja. Quality college. Quality college, Quality college ja. ja. Om dan dit allemaal van de grond te krijgen. Het is niet te onderschatten. Schatten, want yeah. Motegi, wanneer je, de, wanneer je papier in handen hebt, en de opleiding, wanneer je de opleiding hebt gevolgd. Ja, en dat juist even voor ziet dat, hé, het heeft een brede vlakte, jongen. Allo, sami denk je of sami doe, yeah. moro def do. Ja, yeah, moro def leri. Moro def leri fi kan do, moro. Oké, okay. um, hoe lang duurt deze opleiding? Mooi, deze opleiding duurt twee jaar. Twee jaar. Twee jaar. Ja. En het lijkt lang, not maar not geloof not me, te fitapi niet op een. Ik klaar Ik klaar. Oké, en 1 maart willen jullie beginnen. Klopt. Um, sowieso, mensen kijken nu en ze gaan ook later kijken. Um, en dan, dan gaan ze ook oproepen. Ja, en de man af dat af, maar voor ik kan is aan doen, achou. Oké. Okay. Om naar inschrijfgeld. Het is heel makkelijk. We weten dat. Niets gratis is, laat me het zo zeggen. Heeft met Prodio kan de want is man stang. noti naf soso. Toch omdat hij in assisteem die voor noti ikamek toti. Ja. Voor ja. noti ikamek toti. Ja. Ja toch? En wanneer we daarover praten dan zijn er natuurlijk zaken verbonden aan deze opleiding. Ja. De inschrijving is op. Begint ja. 15 februari. Want ja. de opleiding zelf staat op 1 maart. maart dus ja, ja. 15 dagen voor Denki en voor los tutor. Ja 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 ja, ja, okay. ja. En ik weet zeker dat er mensen zijn die wachtende waren om zich te kunnen presenteren want hoe ja. Oma Zowel man zijn er. Ja. Want als we kijken naar het afleksysteem, het uitvaartsysteem dat je. Ja? ja? Ik ga niemand bespreken, want misdriften in assistentie, ja. soms heb je waar mensen werken, worden er fouten gemaakt. Sowieso. En om de fouten beter te corrigeren, Keren. hebben we gemeend om dit te lanceren. Mooi theory, mooi ja? theory, ja. dus. dus uh, ik even doorgeven? 15 februari, ja? beginnen jullie met de inschrijvingen? Beginnen we met de inschrijvingen en er zijn toch wat eisen. Ja. Ja? Met uitzonderingen. Ja, oké. Okay. Goed. Voor de inschrijving moet u de volgende stukken overleggen. Ja. En dat is een kopie van uw mbo-diploma. Mbo, dat na middelbare school? Ja. Oké. Okay. Maar je hebt ook mensen die vanuit hun ervaring, vanuit hun, 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 hun kamer of hun balkon, ja. toch denken van... ...oh, dat is dit niet voor mij, maar ik zou het graag willen doen. Ja er is. Dus dit pas de boelangen in de samba. Hebben toch een kans. Maar de nodora scoren niveau. Vanwege welke reden dan ook. Okay. Want we allemaal geboren dat er toch? Ja. Okay. Mooi zo. En heeft u ervaring in de uitvaartverzorging en geen diploma, nog vrede. Ja. U komt gewoon met een motivatiebrief en een cv en twee pasfoto's eenmaal uittreksel. En de inschrijfgeld geldt, het lijkt veel maar het is SRD 1500. Ja, maar het is te betalen voor twee jaren. Voor twee jaren. Het is inschrijfgeld ma SRD ma 1500. Maar er is ook in een college geld ofzo. Dus wat is dus... die ba. Dus... Atorgaat moest dit zien duidelijk. Atorgaat ja. moest dit duidelijk. Ik zal duidelijkheid zoeken. Ja. Ja, want ik ga geen dingen zomaar zeggen. Mooi, als, als ik iets doe, doe ik het correct. Mooi, Tot nu toe, wat mij... Is doorgegeven wat we hebben afgesproken, is dat het inschrijfgeld SRI 1500 is. Oké, okay, en. Maar ik denk dat. Ja. Uh, bij, de, bij de introductie zaterdag, want ja. dan komen we zo erop. Ja. dat er meer hierover uh, gezegd zal worden. Oké, okay, en uh, zaterdag hebben jullie dag. Yes. Waar? Samen als je dat gedocumenteerd hebt. Timmy Taki man. Ja, Timmy Taki. <laughs> ja. Dat dingen is zo mooi gemaakt en wie denkt dat ik een opleiding om mooi doe? Ja, ja, ja. ja. Opleiding om mooi doe. Nee, want kijk, als je dingen zegt, dan is het soms moeilijk om weer te rectificeren, no? Ja, ja, ja. Dus ja, ja. we dan even. En dan de vader, Hier, zo is ze. Goed, ja. Daar begin ik. Het programma ziet er als volgt uit. Mag ik het doorgeven? Ja, zeker wel. Half zes tot zes uur is er inloop en let wel... Van half zes tot zes uur is er in loop. Ja. Van zes tot kwart over zes hebben we de eerste spreker. Dat is dokter Anders S. Charman. Die de rol van anatomie voor een uitvaartverzorgers uitleggen. Dus anders An voorzitter, Diana. Nee, hij is Deo Charman, maar die is S. Oh, S. 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 Oké, oh, oké, okay, 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 ja. ja. Zo, so, niet slecht zijn als het deel was, want hij zo ook, uh, yeah. maar dit is een andere, yeah. een dochter in anatomie. Yeah. Ja, en dan gaan we verder. Van kwart over zes tot vijf voor half zeven hebben we de tweede spreker, dat is mevrouw Pinas. Ja, en haar presentaties zijn Verlies, Roo en Roo Verwerking. Mm -hmm. Vooral het Verlies, het Roo en Roo Verwerking. Ja, heel belangrijk. Hebt, ja toch, want je hebt tijdens, je hebt voor... Tijdens en daarna. En na, uh, vooral het na. Yeah. Dat is eigenlijk binnen alle factoren. Yeah. Eigenlijk zoek. Het yeah. is, is wel jammer dat ik het moest zeggen, maar Minawang mang. Mm. het is zoek. Yeah. Maar ik denk dat het geen zoek is te vinden, zal zijn. Mooi, Tori. En we hebben dan een korte pauze. Van 5 voor half 7 tot 10 over half 7. En dan gaan we door met de derde spreker. Dat zijn mevrouw B. Prior. Infectie, preventie en bijbehorende onderdelen. Bradam en Degi, opleiding die zo spang. Niveau. Oké. Okay. Maar, maar de plek heeft u nog niet doorgegeven. Ik ben niet klaar. Oké. Okay. En je dan nog hebben klaar? we. Daarna hebben we dan de spreker, de directeur van. Uh, Quality College. Ja. Dat is de heer Ojabini. Ja. 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 Alleen af voorna met een probleem OC, OC ja. En de opleiding tot uitvaartvoorzorgen in Suriname. De plek is. Laat me dat even goed aangeven. Hmm, waar ben je? Het is in elk geval. Achter de Kennedy School, hoor. Laten oh, oké. Gemene Landsweg. Ja, Gemene ja, Ingang ja. Ja. is naast drukkerij Leo Victor, no? Is het Leo Victor? Ja, volgens mij In de buurt Naskip ongeveer. Ja, ja, Nee, maar ik ga het zuiver aangeven, zodat de mensen precies weten uh, hoe en waar. Kom dan. Hij checkt even op zijn mobiel, ja, ja. want hij wil geen fouten maken. Nee, 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 nee. Dus uh, u wordt nu geïnformeerd over de aanstaande opleiding van Quality Care. Ze gaan een opleiding geven voor uitvaartverzorging hem. en uitvaartbegeleiding. Hier heb ik hem. Ja. Dus de datum is zaterdag 27 januari. Mm -hmm. Tijd is van zes tot uh, half acht. Ik heb al zo een beetje het programma doorgegeven. Mm -hmm. En de plaats is verlengde Gemene 18D. Dat is op het complex van de Kennedy Internaat. Ja. De ingang is dan uh, de straat vlak naast drukkerij Leo Victor. We hadden het goed. Ja. Helemaal naar achteren. Maar ik denk wel dat er uh, toch. Um, ...aanwijzingen zullen zijn dat men ja. precies weet wat ze moeten doen. Dus komen. eigenlijk op de Open Dag, dan krijgt u alles te horen, wat de college dagen zijn, om in team guascore, of naar bakana, of naar manting, of man naar online. Na... online. Oké, okay, mooi, sorry. Maar u bent zelf in dat beroep, u beoefent ook het vak uit van uh, aflegger. Bent u aflegger of bent u verzorger? <laughs> huh? Wat bent u precies? <laughs> Ik ben uh, aflegger ja. en ik ben uh, geestelijk begeleider. Oké, okay, dus u bent nog geen verzorger? Uh, eigenlijk mag ik zeggen, ik ben voor alles zo'n beetje. Beetje. <laughs> ja, want in het geestelijk begeleiding ja. mag ik ook heel wat mee. En ja. soms is het triest en mijn man schijnt dat zo. Dus het heeft ook te maken met een beetje uitvaart want soms zeg ik ze, het lijkt alsof ik de verzorger ben, maar ik doe het met plezier. Ja ja. Ik doe het met plezier. Dus een eh a want te a skin don drape. Ik heb je make-up en om En je moet op een een rustige manier Zeg maar een geduldige manier opgaan. Hygiënisch, in im klokken, in de klokken. Dat verhaal. Oké. Okay. Dat verhaal. En Allah kon je je opleiding? Allah kon je kiezen. Maar ook leri, ik denk je leren dat je kon niet kiezen. Want in alle Rokken, kun is niet voor de gek. Elk plaats heeft een geheim. Ja. Dus daaraan dienen wij ons ook te houden. Mondje dicht. Ja. Zij zien in de macht. Het is horen, zien en zwijgen. Wil je het zelf beleven? Kom maar kijken. Oké. Okay. Bradwijd. <laughs> 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 U kunt kijken in deze camera. En zullen naar me bewegen om mee te doen of om deel te nemen aan deze opleiding? Graag gedaan, Brada. Dat wordt ik zo'n toon. Lees een de jonge uitvaart op bieding, wa opleiding. Foulery moro en anemik uit. Ik dikba in Auroko inode me kar in Iwansma. Satra 27 januari 2018 CB van Wamu. Funa yari tudu suntu Komt u allemaal massaal. Misschien denkt u van ja, het is niets voor mij, maar me garandeer me u nu. Is dong i bijiwang sa den na fisi a class like fawetaking dami talking da taki te draga o so baka dayo deng den tak no pembe kan te ka a 500 sani dan ano tak ano bung mate investir in usrefi da baka pisfeng da sol lafu ya yeah? da so lafu dos e group om te komen kijken, te komen luisteren en een besluit te nemen. Zaterdag 27 januari, inloop, half zes. Ja, tot zes uur. En dan starten wij met de open dag. No anamisi. Bedankt. An Bedankt voor deze informatie, meneer Stoaart. En ik ben ervan overtuigd dat u heel veel bezoekers zal krijgen op die dag. Ik weet het zeker. Ik weet het zeker, want als ik, het, als ik dit in een verkorte versie mag aangeven. In samenwerking met de Jong Uitvaart, ja, ben ik een jaar of twee naar Nederland geweest. En wat ik daar heb gezien en geleerd en geleerd, en geleerd, ja, kunnen ze van ons leren. En we kunnen ook van hun leren. Vandaar die samenwerking. Mooi. Dus het komt allemaal goed. Mooi.